Hoi allemaal, wij zijn samen onderweg naar de Jumbo, hè Renish? Ja. Wij gaan bij de Jumbo gaan wij even snoepjes halen, want ik ga met jullie... Je gaat met Jade en Rajan en met jou gaan we snoepjes challenge doen. Ja. Mama gaat snoepjes kopen. Ja. Mama gaat snoepjes of koekjes, in ieder geval zoetigheid kopen. Die jullie nog nooit hebben gegeten. Ja. Vijf dingetjes. Ja. En die gaat mama jullie geblinddoek laten proeven. Kijken of jullie het lekker vinden. Ik vind het ook lekker, hoor. Ja, je gaat proeven, hè? Ja. Oké. Okay. Goed zo. En mama gaat vijf snoepjes kopen die jullie al kennen en die jullie lekker vinden. En dan ook geblinddoek laten kijken of jullie weten wat het is. Dat gaan we doen vandaag, hè? Ja. Nou, we nemen jullie even mee naar Jumbo. Zo, we zijn in de Jumbo en iets. Gaan we even kijken voor de snoepjes. Heb jij het gevonden? Ja. Gaan we hier beginnen dan? Ik wil... Wat heb jij gezien, Miss? Ik moet deze dan. Nee, ik was even aan het zoeken, maar we hebben nog iets gevonden. Wat hebben ze nog niet gegeten? Kijken of ze het lekker zo Nee, je moet er nog vier dingetjes hebben. Oh. Vier dingen nog. Ik wil eten thuis. Ja, nee. Voor de challenge hè, die we gaan doen. Moeten we nog vier dingetjes hebben. Wat jullie nog nooit hebben gegeten. Gaan we kijken of jullie het lusten. Muis, hè? Ja. Muis, ja. En we gaan weer terug naar de snoepjes, of koekjes afdelen. Maar de snoep en de chocola niet echt goed vinden, omdat jullie daar werkbaar ze van alles hebben geproefd natuurlijk. Even kijken of we hier nog twee dingen kunnen vinden. Dat vind ik ook lekker. Ja schat, maar de bedoeling is dat mama... Zoek wat jullie nog nooit hebben gegeten, dus en dat is best wel moeilijk. Nee, het is echt heel moeilijk, mis. Yeah.
daar. Dan kunnen we eigenlijk gaan. We nemen nog even een paar boodschappen mee die we zelf ook nodig hebben, ja? Is dat goed? Ook mee. Chocopasta voor jullie op brood, worstjes. Ja, alles. Ja, we hebben eigenlijk gisteren al boodschappen gedaan, hè? Kunnen we daar niet? Toch er is? Ja, vast wel. Kijk dan, mama. Wat heb jij nog voor jezelf uitgekozen? Lollies. Zo, wij komen net van de Jumbo. We zitten nu in de auto en we gaan nu weer weg. Het was veel moeilijker dan ik dacht om 5 dingen uit te zoeken die ze nog nooit hadden gegeten. Omdat ze werkelijk waar natuurlijk bijna alles al hebben geproefd en gegeten. Dus ik heb wel 5 dingen kunnen vinden. En ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. En van de dingen die ze wel lusten, of tenminste wel al hebben geproefd, ben ik heel benieuwd of ze dat zullen raden. Dus we gaan het zien straks. Wes, waarom doe je blinddoekje af? Je moet hem even om. Het is je sjaal. Wat ben je aan het doen? Zo zie je mij. Je ziet mij, hè? Ja. Stouter. Zo kan je niet proeven, want je ziet mij. Je ruikt niks. Je mond is dicht. Ja. Zo, Radja, jij bent al goed geblinddoekt. Jay, jij bent ook al goed geblinddoekt. Dan is het een beetje vervelend. Maar we gaan als eerste 1 ding proeven wat jullie nog nooit hebben geproefd. En dat is het aangeraakte. Dan hebben we onze ding weggehaald. Nee, je moet eerst even... Nee, doe maar een stukje als zonder, want als ze het toch niet eten. Jullie gaan een stukje proeven. En als je het lekker vindt, mogen jullie opeten. Maar jullie mogen niet... Kijken jongens, helemaal niet af. Ja. Lekker? Ja, lekker. Weet je dat je het werkelijk waar nog nooit hebt gegeten? En jij, Raj? Jappel. En jij, Mis? Nee? Wat is dit? Let niet op mijn tafel, jongens, want we hebben een plastic onder de tafel gezet. Anders wordt onze mooie witte tafel helemaal vies. Zoals jullie al zien wat ze hebben gedaan. Met stickers en al. Nee. Nee, jij lust hem niet? Nee. Wat was het, mama? Het was de chocola van Ballisto. Ballisto heet het toch? Vroeger at ik het wel vaker op school. Ik vond het echt lekker. Oké, het volgende. Leg maar gewoon in je bordje, Raj. Hulp je niet meer. We gaan nu voor anderen. Next. Niet aanzetten, borstjes. Jill gaat het volgende even geven. Dat is het tweede wat jullie ook nog nooit hebben gegeten. Raad je een oog is dicht, niet spieken. Een beetje zacht. Ja. Nou, dan is het maar voor spek en bonen mee, want hij begint al voordat wij beginnen. Dus... Ik ga een stukje opbreken. Dan ga ik een stukje proeven. Je mag niet kijken. Ogen dicht, Rajan. Ik wil niet. Dit is niet lekker. Deze niet. Nee. Ik wist dat jullie dit niet lekker... Wat was dit? Wat was dit? Ik wil het zien. Dit, mama. Laat even zien aan ze zien. Wat was dit? Het was iets. Oké, het derde. Wat jullie nog nooit hebben gegeten. Ja, begin maar. Eetrooi, stop maar limon. Renis die doet niet meer mee met... Lekker! Zachtjes. Renis doet geblinddoek niet meer mee. Ik doe wel mee. Ja, hij doet wel mee, maar niet meer met de blinddoek. Want daar werd je een beetje paniek van. Beetje. Ja. Lekker, mama. Ja? Wat is dit? Dit heet nuts. Een beetje niet. Ja, helemaal lekker. Dan krijgen we nog een koekje op, hè? Wat denken jullie dat het is? Oreo bedoel je? Oreo! Het is inderdaad Oreo, maar ga maar even proeven. Dat hebben jullie heel goed geraden. Oké. Maar wat voor smaak van Oreo is het? Heel vies. Dat komt omdat jullie altijd... Heel vies! Nee? Vies. Het
komt omdat jullie altijd de normale Oreo eten. En dit is Oreo met aardbei en cheesecake. Deze lust je niet. Nee, jij bent fan van Oreo, maar deze lust je echt niet, hè? Ik wel. Jij wel, hè? Ja. Wat is het, Haartje? Een cirkel. Een cirkel, ja. Deze hebben jullie ook nog nooit gegeten, dus ik ben heel benieuwd. Hoe weet je dat allemaal? Mag ik beginnen? Ja. Deze heeft Jill gekocht. Nee, mama is alles met Renis gaan kopen. Lekker. Ja? Nee. Nee, Jay? Nee, die chocola is ook nog niet lekker. Mag ik kijken hoe het was? Mag je straks kijken? Laat alles straks zien aan je. Renis, kijk. Nee? Ja, ja. Jij hebt het nog niet eens geprobeerd. Zit nog in je bordje. Hij houdt wel zo'n roze bordje. Laat hem. Proef dan, Renis. Ik heb mijn mond. Oké, is goed. Eerste wat ze wel zullen halen en wel weten en super lekker vinden. Niks! Een beetje harde... Die bakjes, die harde spekjes. Ja, papa koopt hem altijd bij de groothandel in een hele grote doos voor jullie. Maar dit zijn die mini-vormpjes en de zakjes ervan. Ja, die. Deze heeft hij erin al. Schuimblokken. Oh ja. Ah, die vinden jullie lekker, hè? Die vind ik wel. Maar ik dus wel die andere. Mama, mag ik kijken? Die met die... Mag ik kijken? Oké, daar komen we met de tweede. Ik weet niet of Jane het lekker vindt, maar... Is het niet zo dol op? Maar misschien nu geblinddoekt wel, hè, Jayant? Dus dit een voelt een beetje als die Oreo. Oreo! Ga maar proeven. Ik heb gewoon lijf! Oreo. Ja. Oreo. Dus ja, goed. Niet lekker! Ik wist dat jij het niet zo lekker zou vinden. Razin is helemaal fan van dit. Jij mag het hele bakje hebben, Raadje, dadelijk. Ja? De mini Oreo's. De hele bak? Ja, jij bent fan daarvan, hè? En ik vind het echt smerig. Gaan we zitten. Nou, als jullie dit niet raden, dan weet ik het echt niet meer. Raad, jij moet je ogen even dicht houden. Mogen niet spieken. We raden als we allemaal een hapje hebben gegeten? Razin is weer bezig met allemaal andere dingen, want hier hebben ze een stapel met spelletjes en kralen. En hij dacht even, ik gooi die bak even ongeluk in. Anders laat maar gewoon even liggen, dat doen we straks wel. Ja, ja, oogjes dicht, jongens. Ik ben niet, hè? Nee, jij niet, schat. Ik wil dat nog eten. Is dat de camera? Ja. Ik heb hem gegeten. Je hebt hem gegeten. Auw! En is het lekker? Ja! Ik wil wel! Ik wil het niet! Een pizza! Een kinderdinges! Ja. Kinder! Ja! Kinder! Is kapot lekker. En wat hebben jullie nu? Smarties! Smarties! Dat was echt super makkelijk, hè? Het was wel echt heel kleintje. Oh, nu kan ik het niet kiezen. Ga maar proeven, jongens. Nee! Nee! Dit vind ik heel lekker. Weet ik het. Wil niet. Die ene die... Ja, hoe heet die dan? Ik weet niet hoe het heet! Kloppers. Het is niet lekker. Het is helemaal niet lekker. Ik vind het helemaal niet lekker. Nee?